Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik sta onder Lyon. Ik heb even pauze moeten maken. En ik moet een klant in de buurt van Valence gaan lossen. Een beetje ten oosten van Valence. En in Valence zelf. En dan heb ik de laatste bij Avignon. Het is woensdagmiddag 1:15. Ik kan zo weer gaan rijden. Dus nou, ga ik op mijn gemakje die kant op. Ik hoop dat ik die twee bij en in Valence nog los vanmiddag. Daar ga ik eigenlijk wel vanuit. En de laatste is vanmorgen. Het is niet zo dat ik nog niks gedaan heb. Ik heb gisteren eentje gelost. En vanmorgen heb ik er twee gelost. Dus ik had in totaal 6 klantjes. Dus ja, na Avignon. Of zeg ik dat goed, Avignon? Ja, dat zeg ik goed volgens mij. Moet ik zelf even kijken. Ja, Sorgues. Dat ligt bij Avignon. Daar komen we in ieder geval leeg morgenochtend. Dus ja, gaan we kijken hoe dat loopt. En wat we terugladen. Dat is natuurlijk ook altijd een verrassing. Maar eerst maar zorgen dat de kar leeg komt. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. We zijn bijna in Romans. Dat is nog 10 kilometer of zo. Alleen ik zit even te denken, want het zijn 10 pelletjes met vaten. Ik denk niet dat ik kan filmen daar zo. Beetje jammer. En bij die waar ik morgen leeg kom, kan ik ook niet filmen. Dat weet ik nu al. Niet uit. Ja, het is namelijk, denk ik, ik weet het niet zeker. Ik denk dat het iets van een chemische fabriek is of zo waar het moet zijn. Nou ja, je weet het, in de chemie. Niet filmen, niet fotograferen, je mag niks.
Dus ja, daar hou ons eigenlijk allemaal aan, want ik wil geen gezeik hebben ermee. Ja, het is eigenlijk hetzelfde als te hard rijden, hè. Zolang de politie het niet ziet, mag het. Dus ja. Zolang ze daar niet zien dat ik film, mag het ook. Maar ja. Nee, daar wil ik geen gezeik mee. Dan ga ik ze wel op de zaak ook gezeiken, dat wil ik niet. Dus ik zie het al even. Kijken hoor, even kijken, want ik heb het gevoel dat ik hier al eerder geweest ben. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar dan weet ik het niet meer zeker. Volgens mij moet ik aan de achterkant zijn. Maar dat weet ik niet meer. Ik denk dat het handig is, want er staat me echt wel iets van bij. Nou, ik ga maar gewoon even melden aan de voorkant en dan hoor ik het vanzelf. Nou, ik ga maar gewoon even melden, want ik denk dat ik toch iemand zijn gewoon. Dus. Tot zo. Nou, ik heb me even gemeld en ik ben al binnen. Ja, dan zou ik me nog wel een keer moeten melden, want ik drukte op de bel en de poort ging meteen open. Dus we weten nog steeds niet wat ik kom doen natuurlijk. Maar niet erg, ik ga me gewoon even bij de expeditie melden en dan hoop ik dat het goed komt. Maar daar ga ik al wel vanuit. Ja, ik denk dat ik hier een putje in moet, hiervoor. Dat denk ik. Oh, het is al een paar jaar geleden dat ik hier geweest ben. Dat weet ik ook. Nou, het heeft even 10 minuutjes geduurd. Ik had geen referentie, zeggen ze. Dat zeggen ze dan niet meteen. Maar goed, dat maakt niet uit. Uiteindelijk hebben ze toch gevonden wat ik kon doen. Wat ik dus vertelde al, lossen. Ja, dat zijn producten, weet ik veel, dus ja, dat moet allemaal even uitgezocht en nagekeken worden. Het is geregeld, dus ik ga het hem even voor het dopje zetten. En dan gaan ze eruit rijden als het goed is. Ik ga eerst even de deur open doen. Dat ze dit hier allemaal aangelegd hebben, dat weet ik niet, maar...
even een keertje terug, want het is wel zo krap. Beter een keertje extra steken dan heel de boel in elkaar rijden. Hij staat er tegen, hè? En ze gaan gelijk lossen. Goed geregeld. Het is 25 kilometer naar de volgende. Dan moet ik voor 4 uur zijn. Het is nu 3:05. Dus dat moet lukken. Ze gaan hem even leegmaken. En ik wacht. Zo, die zit er weer in. Hallo. Wel wakker blijven. Hij staat nog op aanmelden. Nou, hij heeft hem gelost, dan kan hem gelijk afmelden. Hoppakee. Fototootje. Hop. Akkoord en zenden. Prima. Dan we eerst het putje maar uit en dan even de deurtjes dichtmaken. Dan zijn we mooi om 3:15. Oh, 3:15 zijn we wel in balans. Even één pelletje eruit. Dat is wel een flinke pellet, maar ja, geeft niet. Dan zullen we hem eruit halen. Ja, even de deurtjes dichtmaken. Ja, ik hoor, hoe heet dat? Een of ander art bedrijf. Ja. Zal wel. Ik moet hier in ieder geval naar rechts. Het is wel de goede straat, ja, dat klopt wel. Dan ben ik echt benieuwd. Ja, dit is hem. En er staat mooi een bordje, de volgende straat linksaf. Oké. Livrations, die hand deze kant. Nou, prima, gaan we dat doen. Nou, dat is niet handig trouwens. Zo, dat is echt niet handig. Ja. Lekker jongens, lekker. Het is een pallet van hoeveel kilo? 675. Nou, dan hoop ik dat ze een heftruck en een palletwagen hebben. Want het is een beetje lastig bij die man op het terrein te komen. Ik kom gewoon helemaal niet op het terrein bij die man.
Aan de achterkant kennen we erbij. Dus ik hoop dat hij daar al andere mogelijkheden voor heeft. Nou, ik heb hem even aan de kant gezet. Want, hoe heet het? Ik heb mij gemeld. Maar ze hebben hier toch een dokje. Alleen er staat nu een andere auto in. Maar dat is aan de andere kant, of tenminste een stukje verder was dat. Dat had ik even niet gezien. Dus ik ga maar even bij het dokje melden. En dan, ja, even kijken, wachten tot die andere eruit is. En dan kan ik erin, denk ik. Eén voor één. Prima. Even melden opnieuw. Nou, ik heb me gemeld. En jawel, ik moet hier zijn. Dat wist ik al. Maar inderdaad, wel een smal dokje alweer. Maar ja. Ook dat komt goed. Wow. Wat bijna de verkeerde ingang. Is ze. Ho. Ook die is eruit, dus dat was helemaal top. Conform in overeenstemming met mijn. Met mijn eigen planning eigenlijk, laat ik het zo maar zeggen. Ja, die laatste, dat is een transporteur over en overslagbedrijf, opslag, overslagbedrijf. Ja, ik zou daar om 5:30 kunnen zijn, maar die gaat nooit van zijn leven lossen. Dat is allemaal op afspraak, op datum. Dus die staat op morgen bij mij, dus ja, daar hoef ik echt niet hier naartoe te gaan. Dat zijn 5 pelletjes. We gaan wel een heel stuk die kant op, want ja, zoals jullie weten, rij ik niet naar een klant toe. Of er moet een restaurant bij zitten. Maar... En ik heb gewoon geen magnetron in die auto. Ik heb geen airfryer in die auto. Ik heb geen. Ik had van tevoren een kookplaatje in die auto. Die heb ik in de coronatijd 2 keer gebruikt. Nou, dat was ik eigenlijk van plan om nooit meer te doen. Ik ga gewoon naar een restaurant. Daar ja, ongeveer 20 kilometer voor mijn laatste klant. Waar je gewoon gebruik mag maken van de faciliteiten, douchen, toiletten en ook van de bar en van het eten. Dus als je maar betaalt, uiteraard. Ja, ik krijg wel eens reacties van ja, tje, waarom doe je dat en waarom rij je niet door tot de klant? Nou ja, dat heb ik net uitgelegd. Maar dan ook, ja, maar dat scheelt je geld. Ja, ik weet niet, maar... Volgens mij hebben wij daar in Nederland een aardige oplossing voor en dat is onze CAO. En daar zit een onkostenvergoeding bij, dus ja, ik snap dat eigenlijk nooit zo goed. Ja, goed, dat moet ieder voor zich weten. Hè. Ik bedoel, ik laat ook iedereen zo hard. Als jij s'avonds naar de klant toe wil rijden, moet je dat vooral doen. Ja, dat zal je mij eigenlijk nooit zien doen, dus dat kan ik je nou wel vertellen. Dan vind ik ook, het is ons enig stukje sociale leven wat we eigenlijk hebben door de week. Hè? Dat je, ja, de ene keer zit je wel met Nederlanders. Nederlandse collega's een beetje te ouwehoeren en een beetje te dollen. En de andere keer niet. Ja goed, dan probeer je het een beetje in het Frans. Of in het Italiaans, of weet ik van waar je dan zit. Ja. Dus, nou ja. Daarom dus.
Ik moet hem even een paar keer ophalen, want het is hier niet zo heel erg ruim. En ik wil zo strak mogelijk langs die andere auto staan. Ja, niet voor mij, maar voor die mensen meer hier zo. Zodat ze zoveel mogelijk auto's kwijt kunnen natuurlijk. Maar ik moet nog wel uit kunnen stappen. Bij deze, ik heb het getest, het kan. Dus, nou, het is 4:15, mooie tijd. Het is nog ongeveer 20 minuutjes naar de volgende klant, of tenminste naar de laatste klant. Laatste losklant. Dus nou ja, ik vind het best, top. Dus ik zie jullie morgen weer. Fijne avond. Zo, goedemorgen. Inmiddels sta ik in Sorges. Ja, ik kwam hier aan om 8:15. Toen zei die man, die had een afspraak om 7:30. Ik weet van niks. Maar goed, ze staan te lossen. Ze zijn aan het lossen. Ik moet terug gaan laden in Monistrol. Dat is 266 kilometer vanaf hier. Dat ligt bij Le Puy en Velay. En normaal gesproken zou je zeggen van bij Valence kan je zo binnendoor naar Le Puy en Velay. Dat klopt ook, dat kan. Met de personenwagen, niet met de vrachtwagen. Dus ik moet op de zuidkant van Lyon ga ik eigenlijk terug naar Saint-Étienne, zeg maar. En daar dan een stuk voorbij. En daar gaan we zover dat ik begrepen heb compleet terugladen. Dus nou, dat zal dan vanmiddag wel ergens worden. Maar goed, dat geeft niks. Maar dan gaan we zo die kant op. Dus even wachten totdat die leeg is. En dan gas er maar weer. Nou, we zijn er bijna, maar het is 10:50. Ik heb wel weinig vertrouwen in dat het voor de middag gaat gebeuren, maar ik zal mijn raam even dicht doen, dan verstaan jullie maar misschien wel beter. Maar... ja, ik weet het eigenlijk niet of dat ze doorwerken. Ik ben er al een paar keer geweest hoor, maar ik kan eigenlijk niet zeggen of dat ze doorwerken tussen de middag, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja.
Is het niet zo, dan is het niet zo. Ik moet er ook mijn eigen pauze maken. Ik zit al bijna aan de 4 uur rijtijd, dus ja. Wordt het alweer een keertje tijd dat we pauze gaan maken. En het is daarvoor een dokje zetten normaal gesproken en dan wordt hij geladen, dus niks aan de hand. Even kijken hoor, het was hier zo volgens mij. Ja. Bonjour, je suis chargé pour le pay-bar, pour Fischer. Merci. Ok. Vous connaissez un peu, non? Oui, oui. Petit chalet, hein? Oui, avant, c'est le parking. Et avant, c'est un chalet, un petit voilà, chalet. Un petit chalet. Et après, c'est, hein? Top. Bonjour, merci. Bonne journée. Zo te zien, waar ik normaal gesproken, waar ik de vorige keer ook geladen heb, staat niks. En hier, tenminste, geen auto. Ik hoop wel dat er goederen staan. Er staat hier zat. En hier staan ook geen auto's met zeil. Alleen maar bulkauto's. Mooi man. Dus nou ja, ik ga hem hier even aan de kant zetten en dan ga ik even melden. Dat aanmelden ging vrij vlot. En ik moet niet zijn waar ik dacht dat ik moest zijn. Ik zal je altijd zien. Ik moet naar de andere kant. Maar ze werken hier volgens de gegevens tot 12 uur en ze gaan om 12:30 weer verder. Dus, nou ja. Als die mensen pauze willen gaan houden, moeten ze dat vooral doen. Ik vind dat prima. Als ze willen laden, vind ik het eigenlijk nog beter. Zo, nou dat zit erin. Ja, hij zit gewoon vol. Dus dat is top. Ik heb hier 36 minuten gestaan of zo. Het zijn gewoon pallets. Ik krijg daar een CMR mee. Even kijken hoor. Staat ook gewoon op hier zo. Do not strap. Dat betekent dus dat er geen spanbanden mee mogen. Nou, dat zal niet voor niks zijn. Dan vind ik dat met dit soort pelletjes ook nooit zo heel erg nodig. Maar goed, het is vanaf de fabriek af geen spanbanden erop. Dus ik zeg deuren dicht en richting die casa. 940 kilometer, dus in principe, ja, het is nou donderdagmiddag, hoe laat is het? 12:30. Nou, vandaag de dag vol rijden en morgen een dagje naar de zaak rijden. Dus ja, prima. Ik zou zeggen, ga nog gezellig even een stukje mee.
Nou, hier links hebben we het stadion van Olympique Lyon. Dus voor degene die het interessant vindt. Nou, inmiddels ben ik weer van de ring van Lyon aan het rijden. Dus nog dik 850 kilometer of zo. Dat is ook. Dus dat ga ik weer lekker in mijn eentje doen. Lekker rustig. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. Prettig weekend. Houdoe.